inmiddels kennen we Marcel weer als de e-sportsman. Maar ja, hij is ook al een keer langs geweest bij Gamersnet Gear. En dat doen we nog een keer, want we hadden Marcel weer nodig. Want we hebben namelijk de Trust JXT. Hoeveelste is het inmiddels alweer? Dit is echt 166. Het gaat heel hard bij Trust. Het gaat heel hard bij Trust. En dat is er eentje met allemaal van die speciale extra toetsjes. En wij dachten, we hebben eigenlijk helemaal niemand die MMO's of MOBA's speelt waar je dat nodig hebt. Maar Marcel... De MMO-man zit hier gewoon naast je. Ja, ja. En League of Legends natuurlijk ook een beetje, MOBA. Ook, maar vooral, moet ik het nog zeggen? MapleStory, ja. Heel gaaf. World of Warcraft, Blade & Souls tegenwoordig. Oh, kijk, ja, zo. Dus ik vind nog steeds toetsjes. Ja, ja, want de MapleStory en World of Warcraft, dat kennen we inmiddels wel. Nee, MapleStory 2 komt eraan. Dus, oké. Een beetje opwarmen. Ben je ermee voorbereid met die GXT 166? Nou, laat ik het zo zeggen. Dit is waarom ik graag deze muis wilde reviewen. Is dat ik eindelijk kon zeggen, ik heb hem zelf ook. Ja? Ik heb zelf ook een Trust muis. Niet deze, maar eigenlijk het broertje hiervoor. Niet de 166, maar volgens mij de 154 of zo. Ja, we hebben er sowieso al eerder bij Games of Gear een keer zo'n muis gehad. Maar het is Trust, hè? Het is een Nederlands merk. Het is sowieso raar. Het staat ook echt op de bodem. Het staat echt Dordrecht, de Netherlands. Knulliger dan dat kan het niet. Ik ben er echt heel erg fan van. En met name eigenlijk omdat die muizen altijd zoveel in de hand liggen. Ja, nee, ik moet zeggen. Heel erg gaaf. Dit is wel gemaakt voor de rechterhand. Dus dit modelletje. En het is wel. Hij ligt inderdaad wel, hij is heel ergonomisch. Hij geeft echt van die snedes waar je lekker je vingers in kan leggen. Precies. Echt heel fijn inderdaad. En ik heb deze muis eigenlijk, je hebt heel veel programmeerbare knoppen aan de zijkant, daar wil ik daar het over vertellen. Ja. Maar waarom ik er eigenlijk heel erg enthousiast van werd, is eigenlijk door dit. Ik zal het even laten zien. Oh ja, dit hebben we inderdaad ook al eerder gezien bij, bij Trust. Dat je de magneetjes, of nou magneetjes, je kunt gewichtjes vervangen, zodat je hem zwaarder en lichter Precies, kan maken. Precies, dat heb ik dus nog nooit gehad. En je krijgt er een doosje bij met de gewichtjes erin. En dan kun je gewichtjes, kun je de muis kun je dan aanpassen naar jouw favoriete gewicht. Ja, dat is op zich wel fijn. Dus, en wat jouw gewicht is heel zwaar? Ja, ik heb het zwaarste altijd. Ja, ik vind het soms ook wel fijn om een muis te hebben die echt een beetje zo'n massief blok is. Dus het is wel fijn dat je daar bij Trust wel een beetje je krijgt daar toch wel een beetje je eigen smaak in. Dat je dat gewoon zelf kan zeggen van, ik doe net iets lichter, precies. Ik doe net iets zwaarder of zo. Dan maakt deze muis eigenlijk een beetje capabel voor iedere persoon, zeg maar. Ja. Iedereen kan hier tevreden zijn. Ja, behalve de linkshandige dan. Ja, dat gaat heel moeilijk met al die toetsen. Ik ben last van een rechterhandige muis. Maar ik moest wel zeggen, vooral bij... Ja, ik weet niet of iedereen dat zo is. Ik ben niet heel erg goed in Counter-Strike. Oh, ja. CSGO, maar ik vind het heel fijn. Je kan de DPI heel goed aanpassen op deze muis. Ja, want hij gaat van tussen 100 naar echt 16.400. Precies, toch? Ja. Dat is een bizarre hoge DPI eigenlijk. Dat is echt heel hoog. Ik zet hem meestal juist heel erg laag. Ja. Eigenlijk. En dan het fijne met die zware muis is dat je echt precies... Je hebt gewoon... hoe zeg je dat? Je ziet precies je muis over het scherm bewegen. Het voelt echt... Maar dit is natuurlijk een ding, hè, voor de mensen die niet weten, het hele gevecht tussen optisch en laser. Wat ze vaak zeggen van lasers, de DPI kan veel hoger, maar ze zijn vaak minder precies op lagere DPI's. Maar daar had je helemaal geen... Nee, daar had ik weinig last van eigenlijk. Oké, dat is dan echt wel een goede zaak. Nee, goede zaak. Dus, nou, maar nog één dingetje waarom ik eigenlijk altijd de Trust pak, waarom ik enthousiast over ben, en dan vooral over deze. Ik ga heel erg veel LAN-parties af. Dus dan speel je 20 games op een dag, weet je wel. Echt een nerd onder elkaar. Alleen dan moet je iedereen, elk spel heeft weer zijn eigen moveset. Ja, natuurlijk. Dan gaat hij niveau, dan gaan we Blade & Soul. Dan denk ik van, shit, dan zijn mijn knoppen ook alweer. Maar deze kun je gewoon programmeren. Ja, dus je kunt, er zijn bepaalde knoppen dat je wisselt van profielen, of hoe zit dat? Wissel van profielen, hoe bedoel je? Ja, want meestal kun je bepaalde profielen instellen. Ja, sorry, je kan 5 verschillende profielen kun je instellen. Ja. Dus dan kun je, aan de hand daarvan inderdaad kun je dan je knoppen doen en dan kun je instellen bij welke game je welke knoppen gebruikt. Ja, maar dus je hebt sowieso 18 programmeerbare toetsen dan. En 12 daarvan zitten dus hier aan de duimzijde. Ja. Dat is echt heel erg geschikt dus voor verschillende MMO's en MOBA's en dat soort zaken. Ik heb het idee dat je ze ook makkelijk kan vinden. Het is een heel... Ze zijn heel goed te vinden. Ze zijn allemaal net zo neergezet dat je eigenlijk precies meteen automatisch voelt welk knopje waar zit. Dat is mooi. En ik wil eigenlijk nog, ik ben heel erg enthousiast over deze muis. Ja, ik merk het, dat is een goede zaak. Het enige wat ik ook nog wil zeggen is dat de Trust-muizen, ik vind gaming heel erg belangrijk. Hè. Ik doe het heel erg veel en dan wil ik ook altijd dat ik een beetje goede gear heb. Ja. Maar ik wil nooit voor een muis €300 betalen, dan krijg je een spoiler erop en een, hij kan transformen, weet je wel. Dat boeit me Dat is een beetje die Mad Cats muis die ik laatst heb gehad, Ik wil gewoon een muis die gewoon niet veel kost. Volgens mij is deze 5 tientjes. Volgens mij iets van 50, €60 inderdaad in die prijsrange. Dan ben je ook gewoon klaar. Ja, dat moet je Trust nageven. Ze zitten nooit in dat topsegment. En je hebt toch die hoge DPI. Je hebt toch al die programmeerbare toetsen. Ja, ik vind de software er niet heel sexy uitzien. Maar ja, dat is bijzaak. Dat programmeer je inderdaad één keer en dan is het klaar. Ja, dan kun je het gewoon weggooien. Precies. Deinstalleren. Dat zou ik niet meteen doen. Ja, ik moet alleen wel zeggen, de smaak, de design
overwegingen die moeten je wel aanstaan? Want je hebt dus wel verschillende kleurtjes. Je hebt blauw, rood en groen dan. Dus niet met heel veel andere muizen kun je alle kleuren van de regenboog doen. Nee, dat valt dan tegen. Het is geen... Maar tegelijkertijd gaan ze dan wel weer voor grijs met zwart en dan rode voerelementen. En dan vind ik dat als je dan voor blauw of voor groen gaat, dan staat dat weer... Vloekt het een beetje. Ja, precies. Dat vind ik zo raar aan Trust af en toe. Dat ze dan... Ze zeggen dan, je hebt wel verschillende kleuren om te programmeren, maar eigenlijk forceren ze met zo'n rood kabeltje toch wel dat je voor rood gaat. En ook bij de studio. Dus dat is... Nou ja, weet je, het kan, maar ik zit eigenlijk altijd zo te gamen. Nou ja... Ja, dan zie je hem niet. Ik zie niks van die muis. Nee, oké, de kabel hoogstens dan. Ik zie de kabel inderdaad en dan het knopje. Dat zijn ook twee kampen. Je hebt altijd van, je hebt mensen die zeggen van, ja, flikker op met je lichtjes. Ik kijk er niet naar. Het gaat erom dat die muis goed functioneert. Nou ja, dan zit je hier ook helemaal goed bij. Ja. Maar ik denk dat het ook echt zo'n soort muis is inderdaad, ja. Je hebt gewoon veel, je kan er heel veel mee voor een heel zacht prijsje. Nou, dat is goed. Trust, lekker op weg. En plus, geef meer. Nee, die vorige Trustmuis die had zo'n stofje. Dat was GXT 155 uit mijn hoofd en dat ging zweten. Dat ging enorm veel zweten. Dat was echt een soort van plastic waar niet fijn is. Dit, het iets duurdere model, heeft gewoon echt gewoon fijn kunststof, niks gaat zweten. Het voelt stevig, hè? Het voelt en vooral met stevig. Het gewicht erin, dan denk ik echt van, wauw. Met het gewicht erin is hij wel echt lekker. Ik heb iets in mijn hand, inderdaad, denk ik. Goeie zaak. Marcel, bedankt voor het behandelen van de GXT 166 van Trust. Hollandse glorie. Kijk, geen probleem. Tot de volgende keer. Volgende keer kaarsjes, worst erbij. Worstenbroodje. Worstplankje.